Manuela, we zijn hier backstage bij de toppers van Oranje. Jij moet zo het podium op. Ja. Spannend? Ja, het is altijd spannend. Het blijft altijd spannend. Hoe je het ook wint of keert. Als je, al doe je elke dag een tv-opname, een nieuwe blijft altijd spannend. Je gaat met je nieuwe single hier het podium op. Hoe is het liedje ontstaan? Ja, het liedje is ontstaan doordat ik heel graag een lekker vrolijk liedje wilde hebben. En een lokale omroep bij mij uit de buurt die wilde een soap van mij maken. En daar wilde ik dus een lekker liedje voor, wat lekker in de mensen blijft hangen. Wat blijft hangen? Ja, Smoor Verliefd, hè, zomersliedje. Ja, vandaar, daar heb ik mijn tekstschrijver de opdracht voor gegeven. En zo is het liedje Smoor Verliefd tot stand gekomen. En hoe zijn de reacties? Ja, superleuk, superleuk. Ja, eigenlijk boven verwachting. Ja, ja, weet je, je hoopt natuurlijk van alles. Maar ja, ik verwacht eigenlijk nooit niks. Dan valt het nooit niet tegen, wil ik zeggen. En ja, dit is echt boven verwachting. Echt super. Geeft ook meteen weer een lekkere energie voor een eventuele volgende single, denk ik. Ja, die ligt al klaar. Die ligt al klaar, ja. Daar gaan we binnenkort mee beginnen. We denken over een maandje of 2, 3. Dan is deze een beetje uitgeëpt. En dan moet er natuurlijk weer een nieuwe knaller komen. Dat is begin volgend jaar. Ja, denk het wel.